Ik heb geen zin om heel de dag klusjes te gaan doen. Ik ben een au pair, ik ben geen poetsdame. Ja, maar dat hoort er wel bij, schat. Ik ben gewoon rood. En ik ben zwart. Dat kan helemaal niet. Ja, we verwachten dat ik hier ga douchen, maar het zit er echt niet in voor mij. Good morning. Good morning. How was last night? Do you think you'll make it? I mean, I hope so. Yeah. Did you see anything last night or? Yeah, well, because I was scared to go to the bathroom. Uh-huh. So I went outside. You went to a porta potty? Yeah. That's even more scary. I would never want to go to a porta potty. And then I came back and I saw the rats you were talking about. So I just started panicking. I was like, I can't do it. I told him too. I was like, you need to set the traps again. It's kind of an ongoing thing here. If you look in the kitchen door, there's a big piece of the door missing. Because if they want to come in, they will find a way to come in. They come from everywhere. They can chew through the door. They can chew through the wall. That's terrifying. Do you think that it's too scary and you want to go home? No, well, I was stressed yesterday. Yeah. Because I'm just so not used to the environment, especially because my mom's like a crazy neat freak. Yeah. So I was like, I don't even know how to get started with like cleaning the house. I think the first start is the willingness to try. So if you want to do it, then I will find you a small task to start and you'll just have to put your best foot forward and each day do something. And I actually grew up upper class, but I squandered my life away. Being younger, I took every privilege. You know, I had allowance. I had so many BMWs. I drove fast. I ran into a wall and, you know, I expected my family to buy me another one. And they got tired of me partying and completely cut me off. Now, my grandparents owned a lot of property, and this actually, this house was kind of their storage eventually. She's a hoarder, so it was completely messy. So I was actually the same reaction as you. I cried. And then I realized, like, now, put your foot forward and you start in one place and you do the best you can, because there's always gonna be more and it's always gonna be overwhelming. And that's how it is having so many children. So I would start you off with a simple task, like let's say you're gonna take everything out of the fridge and you're gonna get dish soap and you can deep clean the fridge, wipe it down. Then you're gonna wipe down everything and put everything back into the fridge. I think that's an easy task for you to do. I wanted to start with the bathroom because I don't really feel comfortable showering yet. Like, I'll obviously try, but I can't promise you that I am gonna stay. You're just overwhelmed today. You're far from home and this is different. And this is a learning experience for you. But it's not impossible and you can do this. And a lot of people have it worse. This is not that bad. And basically every day I'm praying, like when I drove right now, I was praying for you that you would not be overwhelmed and that you would be, you know, encouraged each day to try hard. And I hope you don't quit because it's really short, yeah? Ja, ik voel me nu super rot. I didn't mean to like make you upset. I'm not. I just feel bad. I feel like I'm overreacting. I don't know. We're here for you and we love you. I'm gonna I think you're perfect for us. You learn a lot from being here. But I'm sorry, this is all I have to offer. Okay, I'll be fine. I'll try to.
just... Why are you crying? They're sensitive. They're like, mommy's crying, so we cry too. Bibi is toch niet helemaal overtuigd en belt de andere au-pairs om haar hart te luchten. Bib, brandlos. Ik vind het gewoon heel dubbel. Je ziet gewoon aan mijn kop dat ik me gewoon niet lekker voel. En toen moest ze ook huilen. En dan denk ik van ja, shit. Ja, oh, dus ik ook zo voor haar, die kinderen. En ze wil ook wel haar best doen om het gewoon een beetje leefbaar voor mij te maken. Dus ik wil het ook wel proberen, maar ik zei ook al... Ja, mijn onderbuikgevoel, ik voel me gewoon niet goed. Ik heb gewoon buiten geplast vannacht, hè. Omdat ik niet naar de wc durfde. Ik heb wel gewoon zoiets van, alsof ik me over een paar dagen nog steeds kut voel, ik wel gewoon echt weggaan. Ik heb geen zin om de hele dag klusjes te gaan doen. Ik ben een au pair, ik ben geen poetsdame. Ja, maar dat hoort er wel bij, schat. Ja, ik snap het wel, maar... Je moet niet zo in problemen denken, je moet in oplossingen denken. Ik weet niet of jij hier zou blijven, hoor, Quincy. Vaak gewoon dat ik niks te doen heb, dan kan ik ook komen en dan komen we samen schoonmaken. Ja, same. Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Omdat Bibi het zo lastig heeft in haar rommelige huis, besluiten de andere au pairs haar te helpen. Ze komen een dagje schoonmaken en opruimen. Voor Melanie en Quincy is het daarnaast ook de allereerste keer dat ze Aisha in levende lijven ontmoeten. Welk huis is ze dan? Ja, die de vierde, vijfde oprit of zo. Would you rescue me? Would you rescue me? Dit is het volgens mij. Ik vind die Dixie echt heel gevaarlijk. Zijn hier mensen aan het werk of zo? Would you rescue me? Hallo? Hallo, hallo? Would you rescue me? Would you give my back? Hi. Hi, hi. Jullie zien er hetzelfde uit als... Hi. Leuk je te ontmoeten. Ja, wederzijds. Wat vind je van mijn slippers? Eeuw, nog met sokken? Ja, het spijt me. Ze ziet eruit alsof we matchen. Ja. Ze heeft ook mooie wimpertjes op. Dus een meisje. I like it. Het is wel een meisje. Maar dat zijn jullie alle drie. Ja. Alle drie van die popjes. Ja. Nou, jij zit ook vol sieraden, hoor. Ja, maar dat is gewoon anders. Oké, let's go. Welkom. Jezus Christus. Kijk al die vlekken in dat kleed. What the fuck? Dit is net zoals in die tv-programma's, weet je wel? Ja. Oh, wat een stank. Ik ruik gewoon pis. Ja. Oh, maar dit krijgen we wel schoon vandaag, want we gaan gewoon keihard werken. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Hoe kan je zo leven? Het rook echt naar urine. Urine. Door je beestjes. Ja. Scheid. Ja. Het stonk echt van hier tot Tokio. Ik ga even parfum op mijn bovenlip doen. Dat zeggen jullie heel eerlijk. Die moeder zei, je mag doen wat je wil met mijn spullen. Nou, en hoeveel vuilniszakken heb je? Want heel veel gaat weg, hoor. Ik ga beginnen in de keuken. Ik waardeerde heel erg dat ze gewoon... begonnen met schoonmaken. Ook al dachten ze ook echt van, what the fuck is dit huis? Ja, maar moet je even kijken, jongen. Ik stofzuig thuis elke dag onder de bank als het moet. Oh, dat is de vader. Hi. Hi, nice to meet you. Moet je kijken, jongen. Even mijn haar naar staart doen. Dit is niet normaal, joh. Ik ga sowieso douchen als ik thuis kom. Melanie? Ik dacht al dat ze druk was, maar... Die is druk. Bibi, wat is dit? Dat weet ik niet. Je vraagt mij dingen die ik niet weet. Ja, oké. Eeuw, waarom heeft hij een nagel? Van wie is dat? Heb jij nepnagels? Ja. Nee, dat zijn mijn echte nagels. Dat hebben jullie alle drie. Ik vind dat zo goor, hè? Waarom plakt deze sok? Aisha heeft zich echt helemaal pleurs gewerkt. Ja, de eerste 10 minuten was ze heel erg aan het zeuren en was alles vies. Daarna ging ze ervoor. Maar hoeveel ik ook weggooi, het is alsof het gewoon... meer terugkomt, zeg maar.